Bij ons hier aan de tafel is aangeschoven Jamie Ravensberger, groot voetbaltalent uit Leiden en speelt inmiddels al heel wat jaartjes bij ADO Den Haag. En Jamie, goed nieuws voor jou. Je bent weer geselecteerd voor Oranje onder 23. Hoe voelt het om daar nu weer bij te zitten? Ja, is wel weer heel mooi. En zeker een leuke en leerzame ervaring. En het is toch wel weer fijn dat je geselecteerd bent en dat je weer een kans krijgt. En ja, zo kom je toch wel dichterbij bij de Oranje Leeuwin en dat is wel mooi. Ja, want jij hebt al eerdere selecties doorlopen tot en met onder 17. En toen sloeg het noodlot toe dat jouw kruisband kapot ging. Dan ben je even weg geweest en je bent nog even bij onder 19 aangehaakt, maar ook weer niet. Hoe is dat proces voor jou zo gegaan? Nou, dat was wel even zuur bij Oranje onder 17. Toen schudde ik natuurlijk mijn kruisband af. Nou, ik zou naar het EK gaan. Ik zou eindelijk mijn shirt krijgen met mijn naam erop. Nou, helaas ging niet door. Eigenlijk gewoon heel erg hard teruggevochten. Toen kreeg ik wel weer de kans bij onder 19. Ik was echt net terug van mijn kruisbandblessure. Nou, daar lukte het dus net niet. En ja, daarna had ik nog wel een jaar bij onder 19. Maar ja, toen kwam ook corona ertussen. En nou, nu die kans bij onder 23. Nou, dat is helemaal mooi. En die wil ik zeker pakken. Had je het ook verwacht dat je nu weer erbij zou zitten? Nou, als ik eerlijk ben, niet. Ja, het gaat wel heel goed bij ADO. Maar ja, weet je, je verwacht niet. Ik ben 19 jaar. En al bij onder 23, ja, ik had niet echt helemaal voor me zien komen. Dus een beetje een verrassing. En jij bent ook spits. En natuurlijk, ja, de ogen zijn altijd wel gericht ook op de aanvallers. Er zitten ook wel de grote bekende namen altijd. Is het voor jou dan dat je... Nou ja, het lijkt mij heel moeilijk als je iemand bent afgevallen om er dan wel weer bij te komen. Want dat is toch, ja, dat is een hele grote pool en die wordt steeds kleiner. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, met topsport is het eigenlijk altijd wel weer vallen en opstaan. Net als mijn kruisbandblessure ben ik ook weer teruggekomen. En zo dacht ik nu ook, ja, weet je, ik wil toch ooit weer even bij de Oranje Leeuwinnen spelen. En hoop dat het nu eindelijk een beetje komt. En bij onder 23 gewoon lekker knallen en laten zien. En misschien, ja, wie weet. Ja, want onder 23 is eigenlijk Jong Oranje. Het zit voor de echte Leeuwinnen. Ja, dus het komt wel echt dichtbij. En zou een mooie stap zijn om daar naartoe te gaan. Maar ik ben nog jong, dus lekker veel ervaring meebrengen. En genieten van momentjes. Heb je ook al echt wedstrijden nu gespeeld voor onder 23 in het voorselectieproces? Nee, nog niet. Volgende week hebben we een driedaagse. Gaan we met z'n allen trainen. En ik ben heel erg benieuwd. Wel een beetje zenuwachtig, maar dat hou je altijd wel. En wordt dit dan de eerste keer dat jouw naam achter op je shirt komt te staan bij Oranje? Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, het is nog even afwachten. Natuurlijk ook met corona hoe het allemaal gaat. Maar het zou wel een mooi moment zijn als ik eindelijk mijn shirt zou krijgen. Ja. En je speelt nu dus bij ADO. Hoeveel doelpunten heb je al gescoord dit jaar? Ik heb er wel een paar. Ik heb ook weer voor de beker heb ik gescoord en voor de Eredivisie Cup. En de competitie gaat ook goed. Daar sta ik topscorer. En als je natuurlijk doelpunten scoort, dat geeft je ook wel een beetje zelfvertrouwen. En ja, ik denk dat het dan daardoor steeds meer komt. Ja, want we hebben nu gewoon over doelpunten scoren en zo. Want dat betekent dat jij op dit moment gewoon wedstrijden mag spelen en mag trainen. Het zag er eerst naar uit dat de vrouwen niet mochten spelen in de Eredivisie. Ja, eerst vatten ze ons onder de amateurs. En ja, dat was wel jammer, want dan konden we eigenlijk niet zelf trainen. Moesten vooral thuis zelf programma's doen. En uiteindelijk hebben ze toch besloten om de mannen en de vrouwen gelijk te stellen. En ja, nu worden we wel elke week getest. En we moeten als een soort bubbel leven, net als de mannen. En ja, daardoor kunnen we wel nog lekker trainen en wedstrijden spelen. Dus dat is wel weer fijn. Bent dat nou een beetje die testen? Als ik eerlijk ben, niet. Elke keer is het weer anders. Ja, je moet elke keer zo'n wattenstaaf in je neus en zo. Dat is voor jullie gewoon hetzelfde. Je krijgt niet een ander soort test die makkelijker is. Nee. We hebben wel af en toe een wissel met een sneltest. En weer een test die gewoon normaal is. Maar verder blijft het allemaal hetzelfde. Ja. En tot nu toe hebben mensen geen corona in het team? Dat gaat allemaal goed? Nee, bij ADO gaat het eigenlijk heel goed. Dus dat is wel fijn. Ja, wel altijd spannend hoor, die momenten. Want ja, je weet het maar nooit. Corona zit zo om een hoekje. Ja. Maar tot nu toe nog nergens last van. Nou, en nu ga jij dus naar het moment dat misschien jij straks wel de nieuwe Miedema bent. Ben je daar ook mee bezig? Nee. Denk je daar wel eens aan? Nee, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Ja, het zou natuurlijk wel heel tof zijn als meisjes bijvoorbeeld je shirt dragen met je naam erop. Dat zou echt leuk zijn. Maar ja, ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Want er zijn zoveel meiden ook nog voor mij. En ja, ik moet mezelf gewoon denk nog iets meer laten zien. En ja, weet je, als ik de kans krijg, dan die grijpen. En is er iets waarvan je dacht, nou, als dat gebeurt, dat zou zo gaaf zijn. Dat is iets waar ik echt super naar uitkijk. Nou, sowieso eigenlijk met onder 23 al wedstrijdjes spelen.
En dan zo verder uiteindelijk naar de Oranje winnen. Want dat zou ik wel heel vet vinden om daar wel ooit een keer te spelen. En wanneer kunnen we jou zien schitteren in onder 23? Zijn er al zo'n wedstrijdschema bekend? Nee, het is nog niet bekend. Ja, volgende week hebben we dan die trainingen. Alleen ja, dan is het nog een beetje afwachten. Want met corona, hoe het allemaal gaat. En de vrouwen, de Oranje winnen, die trainen wel en die hebben wel een wedstrijd. Dus eventueel kunnen we daar naar kijken. Dus dat zou ook wel leuk zijn. Dan leer je ook weer van die wedstrijdjes. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. Succes. Dankjewel.